Ik vind natuur en techniek toch wel twee hele verschillende dingen. Ik merk dat ik in mijn dagelijks leven wel veel met techniek te maken heb. En ik vind het juist prettig aan de natuur dat ik het even thuis kan laten. Dus dat ik het gewoon achter me kan laten en eventjes herinnerd word aan hoe het is om zonder al die digitale snufjes in de wereld te staan. Ik zou die middelen niet per se in de natuur zelf inzetten, maar wel om mensen dingen te kunnen laten beleven die bijvoorbeeld steeds zeldzamer worden en waarmee je mensen leert in te zien of laat inzien hoe bijzonder en belangrijk bepaalde dingen zijn. En dan kan je inderdaad aan virtual reality denken. Ik merk nu al dat dingen in een boek opzoeken. Ik zit zelf in het onderwijs, dus ik zie de kids nu doen dat niet. Die gaan niet in een boek kijken, die pakken hun telefoon erbij. Iets logisch, het komt niet eens bij ze op om in een boek te kijken. Het virtueel beleven van die natuur, dat kan nooit tippen aan het echte beleven van de natuur. Dus voor mij zou het altijd en-en moeten. Je kan wat toevoegen door die nieuwe digitale technieken, maar het puur voelen aan je zintuigen, op je huid, de regen, de wind door je haar. Ja, in mijn beleving kan je dat nooit vervangen door iets met nieuwe technieken te doen. Maar ja, ik leef nu. Je weet niet wat de toekomst gaat brengen. De volgende spreker die ik graag aan u wil voorstellen is David Lemerijs. Hij is freelance journalist en houdt zich vooral bezig met innovaties op het gebied van technologie. In het internet en ook vooral hoe snel dat gaat. En hij zegt, wij kijken altijd naar de toekomst, maar we hebben eigenlijk niet eens door dat de toekomst nu al lang begonnen is. Hij heeft een bijzonder verhaal, ik stel hem u graag voor. David Lemerijs, kom naar voren en neem het podium. Ja, goedemorgen. We zagen net een heel mooi filmpje. Heel tegenstrijdige antwoorden op hoe je die natuur gaat beleven. En als je het dan gaat hebben over technologie, dan lijkt dat tegenstrijdig. Maar die meneer die in het onderwijs zat, die zei al, de kids gaan het niet meer opzoeken in een boek. Die doen dat via schermpjes, et cetera, et cetera. En daar gaan we het vandaag even over hebben. Mijn lezing heet The Future Is Now. En de reden dat ik hem zo noem, is omdat ik niet naar de toekomst kijk. Ik kijk naar wat er nu ontwikkeld wordt en wat er nu speelt. En dat is zo'n science fiction wat er nu gaande is. En we hebben het helemaal niet in de gaten. Dus in de komende 20 minuten, de klok staat trouwens nog niet aan, dus ik kan de klok niet zien. Neem ik u mee, hoop ik u te inspireren. En voor sommigen zitten er ook elementen aan die wel een beetje eng zijn. Wat ik niet ga doen, is het hebben over hoe gevaarlijk sommige dingen zijn. We worden allemaal connected. Dat betekent dat op dit moment ik waarschijnlijk al gehackt ben en mijn creditcard gejat is. Dat weet ik, maar daar gaan we het even niet over hebben. We gaan het positief houden en vooral om erover na te gaan denken. Want gaan we die natuur op een andere manier beleven? Nou, die kids waarschijnlijk wel. Ik heb hier een augmented reality bril, die is net uit vorige week. De Recon Jet, een beetje een soort Google Glass. Gaan we nou straks, overigens, hier zie je een dingetje daar ergens achter in de zaal. Ik zie dan geprojecteerd op mijn netvlies extra informatie. En in theorie zou ik rond kunnen lopen in de natuur. En dan kijk ik naar een boompje en dan krijg ik er alles over te weten. Willen we dat? Ik in ieder geval niet. Maar die kids misschien wel. Maar er zijn nog heel veel andere manieren om daarover na te denken. Want de toekomst is gewoon niet wat die was. Hij is altijd anders. En daarom kijk ik vooral niet 20 jaar ver. Ik ga jullie gewoon lekker vertellen wat er allemaal aankomt. En een aantal van die dingen, dat heeft ermee te maken dat we in de laatste 50 jaar meer ontdekt hebben over alles, de natuur, het leven, dan in alle eeuwen daarvoor. We hebben het atoom ontdekt, het DNA, kunstmatige intelligentie, die computer, en dat komt allemaal samen. En hier zie je hoe wij een wereld gaan creëren en niet alleen maar ontdekken. En ik heb hier gewoon wat symbolische voorbeelden. Daarboven zie je een 3D-printer, we gaan straks ons hamburgertje groeien of printen. De robots komen eraan, de zelfrijdende auto, de sinaasappel kiwi staat voor genetisch manipuleren van ons eten, een heel eng onderwerp. En het werd net al gezegd, biologie en technologie komt bij elkaar. Maar is dat echt zo snel? Gaat dat echt zo snel? Nou, het gaat nog veel sneller dan je denkt. Want als ik aan u vraag,
Kunt u zich nog een moment herinneren dat er een leven zonder Google, YouTube, Twitter, Facebook was? En zeggen, met name de jonge generatie, die kunnen zich nog al helemaal niet herinneren. Maar dat was gisteren. En dat wil ik even aantonen met een filmpje. En ik denk dat velen van jullie dit filmpje al gezien hebben. Maar het blijft een briljant filmpje. En we zappen even terug naar, naar 1999. Dan ben je op aan het fietsen en dan word je gebeld. Vind je het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb gewoon een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. 1999, dat is 15 jaar geleden. En als je dan in een vreemde stad was, dan had je een rugzakje op. En in dat rugzakje, als je van muziek hield, had je een cd-walkman, als je supermodern was, met 10 cd's. Je liep rond met een kaart door Madrid, want de gps was net uitgevonden. Althans, het was er al, maar voor de consument nog niet verkrijgbaar. En je had zo'n lel van een analoge camera met een filmrolletje erin. 15 jaar geleden. Dan zap je even met je afstandsbediening in de toekomst, 2007... En Apple introduceert de smartphone, de iPhone. En opeens, dat ding nam dat allemaal over en deed meer. En mensen willen helemaal niet meer zonder. En nou zappen we naar onze tijd. En dit is een appje die demonstreert hoe de wereld gaat veranderen. Als je niet innoveert, en het maakt niet uit welk onderwerp, welke business je bent, welke instantie. Dit is namelijk de grote nachtmerrie van elke wiskundeleraar. Wiskundeleraar die doet er nog even, misschien een half jaar over, om achter te komen waarom al die proefwerken opeens allemaal een 10 scoren. Maar kortom, de boodschap is uiteindelijk dat er iets aan het veranderen is en het maakt niet uit wat. Ik heb hier een voorbeeld van crowdfunding, kom ik zo op terug. Kijk, het zijn niet alleen apparaatjes en apps, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Er gaat geen dag voorbij en Uber is in het nieuws, dus de nachtmerrie van de taxichauffeurs. Maar dat is nu gaande, er zijn een hele hoop rellen over. Maar Uber heeft eigenlijk tegen zijn eigen Uber-chauffeurs al gezegd, jullie einde is ook in zicht, want de zelfrijdende auto komt eraan. En zodra die eraan komt, dan kunnen jullie ook allemaal in de rij gaan staan voor een uitkering. En het is continu innovatie op innovatie. Hetzelfde geldt voor Airbnb, hè, dat je als consument die extra kamer aan toeristen kan verhuren. Airbnb, dat is in 2009 begonnen en ze zijn nu al vele malen groter dan de Marriott's en de Western hotelketens over de hele wereld. En ze hebben nog nooit één steentje gekocht, terwijl die hotelketens miljarden investeren in al die steentjes om hotels neer te zetten. En dat geldt zelfs voor banken, want er is genoeg te doen over banken, maar dat crowdfunding dat is totaal aan het exploderen. En dit is een voorbeeld, Pebble. Dat is een smartwatch, net zoals het is eigenlijk de eerste smartwatch die groot werd. En die werden ook groot met crowdfunding. Door gewoon dat eerste horloge 2 jaar geleden op Kickstarter te zetten. En zij haalden in no time 10 miljoen op zonder ooit een businessplan neergelegd te hebben bij de bank. Vorige maand hebben ze hun nieuwe generatie, de Pebble Time, neergezet op Kickstarter. In 49 minuten hadden ze het eerste miljoen al opgehaald. Een paar dagen of een dag of 30 later zaten ze op de 18,5 miljoen, want je ziet 12 days to go. En ondertussen hebben ze meer dan 20 miljoen opgehaald. Banken moeten ook gaan nadenken, want beetje bij beetje gaan die dus ook investeerders, of mensen die willen investeren in iets, verliezen. En ze moeten moderniseren. En het geldt bij wijze van spreken ook voor een Philips. Want Philips heeft dan wel gezegd, nou, we doen niet meer zoveel met consumentenproducten, maar we gaan de stap
maken, vooral naar de medische wereld. En dan komt er zo'n genie en die heeft wat hobby-elektronica en die heeft in zijn kelder een MRI-scanner zelf gebouwd. Voor $20.000 en die kan dingen die die Philips MRI-scanners niet eens kunnen, want je kunt namelijk rechtop staan en er is geen enkele MRI-scanner commercieel beschikbaar die dat kan. Dus kortom, innovate or die. En wat is er dus nu aan de hand? We zijn aan het begin van een nieuw tijdperk, en dat kan je met een hippe term de digitale industriële economie noemen. En nog even zit intelligentie overal en in ieder object. En is verbonden met iedereen en alles en iedereen. En dat moet je heel letterlijk nemen. Dus als we over een jaar of 10, 15, waar dan ook op de planeet staan, of dat nou in het bos is, of je staat op een brug, alles heeft iets van intelligentie erin. Het parkbankje, het raam, het plafond, dit podium, mijn kleren, de hond, je geliefde, de koe, noem het allemaal maar op. Nou, dat vinden mensen altijd heel onwaarschijnlijk, maar het is al gaande, zoals we zo gaan zien. En ik gebruik niet de ouderwetse term uit de 90e jaren, het Internet of Things, want dat suggereert dat het gaat om objecten. Nee, het wordt het Internet of Everything, alles, want zelfs de maan wordt connected. We hebben al tsunami warning systemen in de oceaan. Bomen worden uitgerust met sensoren, noem het allemaal maar op. En om dat te illustreren, want men gelooft mij nooit hoe ver dat gaat, wil ik het volgende voorbeeld geven. De vork. De vork, dit is een van de oudste vorken, althans die is gevonden, 2500 jaar uit het bronzen tijdperk. En de enige evolutie die die vork heeft meegemaakt is dat hij van twee van die steeltjes naar drie is gegaan. Tot 2013. En toen opeens hadden we de Happy Fork. En de Happy Fork is 's werelds eerste Bluetooth vork die je moet aansluiten op je pc en synchroniseren met je pc. Je moet de handleiding lezen voordat je aan het avondeten kan gaan. Wat doet dit ding? Deze vork, uit onderzoek is gebleken dat als je maar snel schrokt, dan word je dikker en dikker en dikker. Dus ze hebben deze vork helemaal uitgerust met sensoren en die houdt bij hoe snel je eet. En dan heb je een app, dus ben je lekker aan het eten en naast jou ligt een iPad. En als jij te snel schrokt, gaat het alarm af. Uiteraard kan je dat allemaal twitteren, tempo van je eten. Fantastisch, want dan ga je uit eten met het hele gezin. En dan heeft iedereen zijn iPhone en zijn iPad en weet ik wat bij zich. En dan gaan overal alarmen af. Ja, dit is natuurlijk je reinste onzin. Hier zit niemand op te wachten. Maar dit is wel een serieus product en ik heb het nog gekocht ook. Dat was echt een fout, maar oké. Het was ter illustratie van hoe ver we gaan met het connected. En deze is uit 2014. Ik heb er nog een in januari. Consumer Electronics Show, die is nog erger. Heeft iemand bedacht, en serieus. Die hebben een broekriem bedacht met stappenmotoren erin, met USB. Want als je namelijk gaat zitten, dan dijt je buik uit. Nou, en die heeft de intelligentie in zich om zich aan te passen aan je buik. En dan kan je dan ook nog de fitness mee meten. Je kan ook gewoon een elastiek gebruiken, maar oké, dat laten we even terzijde. Maar ik wil jullie laten zien dat we al zo ver zijn. Dit zijn voorbeelden die er al zijn. Nou, die Apple Watch die komt vrijdag uit. Je ziet daar een astma-puffer, die is ook connected met de dokter via de smartphone, met de meteorologische database, met de stuifmeel-database. En zo kan je in kaart brengen waar patiënten die lijden aan astma, op welk moment zij dat ding optimaal gebruiken. Daarboven zie je een elektronische pleister die temperatuur meet. Je ziet een raam wat apps erin heeft, een zonnepaneel is, noem het allemaal maar op. Je ziet een koe, dat is al in 2009 een Nederlands bedrijf die koeien uitrusten met sensoren, zodat de boer thuis kon blijven en de gezondheid kon waarnemen op afstand van die koeien. En dat plaatje van die bomen, daar gaat onze spreker volgens mij na mij het uitgebreid over hebben, maar dat is Faultree, dat is een Amerikaans bedrijf, spin-off van MIT. Die rust bomen uit met sensoren, genereert elektriciteit door het potentieel verschil tussen de wortel, geloof ik, en de grond. En die sensoren geven aan of het bos in de fik staat, zodat de brandweer een melding krijgt zodra het bos in vlammen opgaat.
En ik heb hier een voorbeeld van wat ik eerder zei. Ik hoop dat dit werkt, want het is altijd een beetje primitief. Wacht even, één momentje. Van hoe we connected zijn en dat het alles met iedereen is. Dus het is niet alleen maar apparaatjes. Maar als het mee zit. U ziet deze lamp knipperen. En dat is mijn hartslag. Ik heb namelijk een hartslagband om. En die heb ik verbonden met die lamp. De Philips Hue lamp, dat bolletje zelfs gewoon een IKEA dingetje. Deze lamp is meer dan alleen maar een moderne technologische verandering. Want ik kan dat lampje, ik kan de kleur veranderen. Als ik van huis wegga, dan gaat die uit en noem het allemaal maar op. Maar het gaat veel verder. Ik kan hem ook programmeren. Nou, u ziet nu al, als mens ben ik al verbonden met die technologie. Maar ik kan hem ook programmeren als PSV wint. Dan gaat die lamp in de kleuren van PSV blinken. Als het gaat regenen, alles en iedereen raakt verbonden met elkaar. Ik zet hem even uit, want het leidt alleen maar af. En dat geldt ook voor dieren, voor planten. En ik heb hier een voorbeeldje van high-tech kattentechnologie. Their health management is critical to us. That's why we built Bistro. The ultimate health monitoring solution for your beloved pets. Bistro is a smart feeder that keeps an eye on your furry friends when they're home alone. Since cats cannot speak for themselves, Bistro does it for them. If any change in her appetite occurs, Bistro will notify you immediately. By using cutting-edge cat facial recognition technology, Bistro always knows exactly which cat is feeding. With the powerful Bistro app, you can easily check your kitty's diet history and watch her live while she's having her lunch, all from the palm of your hand. Dat filmpje gaat nog een tijdje door, want die katten hebben ook hun eigen sociale netwerk. En zijn ook nog eens verbonden met de, zeg maar, de bonuskaart, want als het eten opraakt, dan krijg je automatisch een melding. Dit gaat maar verder en verder. Maar je kan ook bijvoorbeeld, als je aan natuurmonumenten denkt, dan zitten we er niet echt op te wachten dat al die kids straks zo met een schermpje of een augmented reality bril door een monument heen lopen. Maar die technologie die gaat straks ook bijvoorbeeld op een hele andere manier in de natuur verweven worden, via de consument. Op TU Delft zijn ze namelijk slimme lieslaarzen aan het ontwikkelen. Daar kom ik zo even op terug. Maar ik las dat vorig jaar had Natuurmonument een enquête onder haar leden gedaan over het wel of niet mogen sportvissen bij natuurmonumenten. En daar sluit dit enorm op aan. Dus die wetenschapper die is dus slimme lieslaarzen aan het ontwikkelen. Daar zitten sensoren in die bijvoorbeeld de zuurgraad van het water, temperatuur van het water kunnen meten. Dus dan gaat zo'n sportvisser, die gaat in het water staan en terwijl hij zijn sport aan het beoefenen is, is hij wetenschappelijk onderzoek aan het doen als het ware, althans die laarzen. Dus dat zijn ook manieren hoe je technologie kan verwerken in de natuur. Het hoeft niet alleen maar de consument te zijn met een of ander informatiedingetje die afgeleid wordt. Dus het gaat veel verder dan we denken. En we moeten ook na gaan denken van, de drones zijn in opkomst. Daar zitten allerlei haken en ogen aan. Ik weet bijvoorbeeld in Amerika, in de natuurparken zoals Yosemite, hebben ze drones al verboden. Want dat heeft al het lawaai en gedoe heeft invloed op de vogels. Het hoort niet in de natuur. Maar straks krijgen we niet allemaal van die buurjongens met grote drones. Maar dan krijgen we dit soort dingen, want deze is ook in de ontwikkeling. En dan breekt de hel los. Nixie. Set your camera free. There are moments we want to share and remember. Imagine a camera that goes past your arm's reach. Imagine a camera that gives you a new perspective. Imagine a camera that follows you. Imagine a camera that sets you free. Introducing Nixie, the wearable camera that flies on command. Nixie is the first wearable and flyable camera that you carry on your wrist like a watch.
unfold the flexible bands, and Nixie is ready for takeoff. Nixie is for anyone who wants to capture and share a new perspective on their adventures. Nixie, set your camera free. Ja, wie had dat 3 jaar geleden bij wijze van spreken verwacht? Het is nu nog in prototypefase, maar hij komt er gewoon aan. Hoe is het nou allemaal mogelijk dat dat dit allemaal zo snel gaat? Dat komt omdat allerlei technologieën bij elkaar komen. En we hebben net al gezien de inspiratie op de natuur. We zijn die wereld aan het maken en we kunnen nu dingen maken die eerder niet bestonden. Ik heb hier een paar voorbeelden van. Je kunt nu al gewoon pleisters printen met wifi-antennes, batterijen erin. Een printertje en dan komt het gewoon uitrollen. We gaan de eerste menselijke proeven al doen met nanomedicijnen. Dus die door de bloedvaten heen wandelen en medicijnen afleveren. We kunnen organische dingen combineren met elektronica met een 3D-printer. Dat is een bionisch oor. En dat grijze vlak, dat is nieuws van vorige week, dat er op Berkeley, geloof ik, in de States, is er een enorme doorbraak door wetenschappers teweeggebracht voor de synthetische fotosynthese. En het zijn allemaal dingen die nog niet bestaan. En dat gaat ontzettend ver. En ik heb hier zo direct, als het goed is, een filmpje. En dan krijg je een paar wetenschappers te zien die moleculen of atomen vastpakken. En gewoon herverplaatsen om materialen te creëren die totaal nog niet bestaan. So I'm going to move this molecule right here. As I move it, you're going to hear the squeak, which represents the bonds breaking. And voila, it's at a new position. We're building a material atom by atom, molecule by molecule. We specifically have reproduced the electronic properties of graphene by patterning the surface of a copper crystal. The instrument that we use to assemble this is called a scanning tunneling microscope. It's sitting behind me in a soundproof chamber. To move atoms, you need a microscope that's the size of a car. At the atomic level, we're bringing a tip that ends in a single atom. It's grabbing a target carbon monoxide molecule and then dragging it across the surface. This is a process we repeat one molecule at a time to build up a new material. En dat is nog maar het begin. Hier zijn we nog bijna, je zou bijna kunnen beschrijven, mechanisch bezig. Maar wat net al gezegd werd, biologie ontmoet technologie. We gaan dus nu ook organismes veranderen, manipuleren, creëren, hoe je het ook wil noemen. Dat is voor heel veel mensen heel eng, vooral het onderwerp frankenfoods, GMO, genetically modified manipulated, als je het negatief wil bekijken. Maar ik wil even als laatste aangeven dat we al zoveel verder zijn. Er is namelijk een wedstrijd, die is al jaren gaande, die heet iGEM. Internationally Genetically Engineered Machines. Dit zijn studenten wereldwijd die organismes creëren die niet bestaan. Het zijn allemaal onschuldige organismes, maar de manier waarop dat gebeurt is totale science fiction. En de meeste van jullie weten het waarschijnlijk helemaal niet. Je gaat zo'n filmpje zien en wat ze dan bijvoorbeeld doen. Ik zal een voorbeeld geven. De Universiteit van Groningen die heeft, ik geloof 2 jaar geleden, de wereldkampioenschappen iGEM gewonnen. Door het genetisch manipuleren van een E. coli bacterie. Die stopten ze in een sticker. Die plak je op een plakje vleeswaren. En die bacteriën die ruiken of het vlees slecht begint te worden. En zodra dat vlees begint te rotten, dan scheidt die bacterie een gele stof af en die sticker die kleurt dus geel. Maar dat bestaat natuurlijk niet in de natuur. En dan moet je kijken hoe dat gemaakt wordt, want dit is echt, echt biologisch Lego en we zijn al veel verder dan we denken. So exactly how do you make genes from scratch? Well, let's say you want to make a gene found in ocean bacteria that turns cells blue. First, you need to know the gene's recipe, which is comprised of molecules called nucleotides that are commonly known by their first letter, A's, T's, C's, and G's. Then you can tailor that gene, modifying it to fit your needs. So you use a program to specify things about it, like how blue it makes the cells. Then just submit your order via email, and firms like DNA 2.0 and Menlo Park will actually build it for you. This machine, the DNA synthesizer, does the first step, the assembly of single strands of the gene from sugars and phosphates.
Based on the length of the gene, it can take from 4 to 10 days. The cost, roughly $1,500 for this particular gene. When it's done, our gene is mailed off. Then, just mix the gene with water and bacteria cells, and voila, cells that turn blue. Custom genes made to order. And though they're built into living cells, the process is one of renovation, not creation. We are not creating life. We are modifying biological systems. And we're doing so in a more predictable way than we were ever able to do using standard genetic engineering techniques. We're essentially making the engineering of biology more predictable and therefore safer. So what's to stop someone from going online and ordering genes for a lethal virus? We've actually gotten gene synthesis companies on board to screen all of their gene synthesis orders so that they're not sending out genes that would encode some toxic protein. Ja, op zich is het natuurlijk ontzettend eng, maar het is wel iets wat niet meer weg te denken is. En dit is weer een voorbeeld van hoe een aantal studenten bedacht hadden dat bijvoorbeeld in de toekomst gaan we een monument als het Great Barrier Reef, dat moeten we in de gaten houden. En dat zouden we wel eens met drones kunnen doen. Dat zou een hoop geld besparen. Alleen drones hebben er nogal een handje van om onverwacht naar beneden te komen, want dat is natuurlijk technologisch. Dus hadden zij bedacht dat de behuizing op zijn minst heel snel biodegradable moest zijn. En zij hebben dus met zo'n systeem, dus gewoon software, bijna als Photoshop, van ik wil dat die bacterie zo groeit en na een uurtje oplost in zeewater en bladibladibla. Toen hebben ze de stukjes DNA besteld online en vervolgens hebben ze die behuizing gegroeid in een vorm voor een biodegradable drone om natuurmonumenten in de gaten te houden. De volgende stap zal natuurlijk zijn om die propellertjes en het motortje, wat nog gewoon puur mechanisch of elektrisch is, ook op een dergelijke wijze te maken. Maar ook dat komt eraan. In Eindhoven waren studenten, hadden het idee om met iGEM, dus met die biobricks, om de toekomst van het LCD-scherm, om dat organisch te maken. Bacteriën die rood, groen en blauw, of RGB kleuren. En op die manier ontmoet wederom biologie en technologie. En het is niet weg te denken. Het is wel iets waar we over moeten discussiëren. Want er zitten haken en ogen aan al deze dingen. We moeten het allemaal goed in de gaten houden. Maar weg te denken is het niet. Ik wou jullie bedanken. The future is now. David, dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik vind het fantastisch. Ik denk dat ik hoor ook heel veel mensen, wauw, te gek, ongelooflijk, moet je dat zien. Maar ik ben een romanticus en ik ben dol op techniek en ik heb ook heel veel kinderen, dus ik zie het ook de hele dag om me heen. Ik zie het ook de hele dag op mijn iPhone. Maar ik zie die beelden van 1999 en ik denk, nou, ik denk eigenlijk, goh, wat fijn was dat. En gezien de reactie, dat denken er heel veel mensen. En de meeste mensen niet van de veertigers, maar vooral ook de generatie daarna. Maar ik denk ook, als ik naar mijn kinderen kijk, ja, ik gooi ze het liefst naar buiten, ga buiten spelen. Want ze willen, mag ik op de iPad, hè, het ding. Hoe denk jij, met alle ontwikkelingen die jij bijhoudt, hoe denk jij dat de toekomstige generaties de natuur gaan beleven? En zou dat ook kunnen zijn dat het één grote digitale beleving is? Of wat verwacht jij? Want ik ben zo blij als het af en toe gewoon stil is, als er geen impulsen zijn. Ik ben het helemaal met je eens, want ik ben een 52-jarige oude lul die ook het liefst gewoon het bos in gaat zonder mijn iPhone. Maar die meneer in dat filmpje, waren gewoon twee mensen. De ene zei, nou, ik ga voor de rust. Nou, die generatie zullen we houden. Maar die leraar in dat filmpje, hij gaf het al aan. Ze zoeken het niet meer op in een boek. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik ook in de natuur allerlei mensen die niet van digitaal houden rond zie lopen met vogelboekjes zo en herbariumboekjes. En die het medium verandert. Dus er zal een groep zijn, ja, die loopt alleen maar te twitteren zo met een oogklep ervoor. Maar ik denk dat het gewoon, ja, het is misschien niet voor ons, maar dit gaat gewoon gebeuren. En er zal dan een terugslag komen, dat is net zoals met de LP. Na de LP kwam de CD, iedereen ging over op CD en toen was er een heel klein groepje. Nee, ik hou lekker vast aan mijn LP's, toen verdween even de LP en nu is hij weer helemaal hip. Dus straks komt er ook een tijd dat iedereen denkt, nee, dat mag niet, zo'n scherm in het bos. Ja. En dan gaan we gewoon weer lekker genieten. Dus
Ik ga lekker met de flow mee. Het is niet altijd voor mijzelf, maar voor de toekomstige generatie gaat het zeker wat veranderen. Ja, en de toekomst is nu. Absoluut. Nou, dankjewel voor jouw bijzondere verhaal. Dames en heren, het is even pauze, 11:15. Om 12:00 wordt je terug verwacht. En graag vraag ik nog één applaus voor David Lemerijs. Daar is hij.